that's how jazz was born. Dames en heren, beste orkestleden. Heel hartelijk welkom bij deze derde video in een reeks video's waarin we gaan leren improviseren. En een speciaal welkom aan een aantal extra orkesten en individuele muzikanten die deze cursus nu ook gaan volgen. Heel erg bijzonder dat we in deze moeilijke tijd iets nieuws willen oppakken en zeker voor de orkesten in Zoom-sessies dat we het groepsgevoel hoog willen houden door de solo's, de improvisatie die we bedenken, aan elkaar voor te spelen. In de eerste video hebben we gekeken naar de geschiedenis van de swingmuziek en 6 aspecten die zeer belangrijk zijn voor het spelen in swingmuziek. In de Zoom-sessie die erop volgde hebben we een aantal verdiepingsvideo's gezien. Voor de individuele muzikanten is dat een document met YouTube-links erin en ook een omschrijving wat het belang is van de video. Daarna in de tweede video hebben we de bluesdoner nog behoorlijk uitgebreid behandeld. En ook heb ik uitgelegd hoe je de eerste stappen kan maken in een improvisatie. In de Zoom-sessie die daarop volgde heb ik al een aantal echt heel erg bijzondere en leuke improvisaties gehoord. Dus nogmaals heel erg veel complimenten voor de mensen die die solo's hebben gespeeld. En ook gelijk een uitdaging voor iedereen die nog niets heeft gespeeld om ook zijn of haar instrument op te pakken en iets te gaan proberen. In deze derde video gaan we beginnen met een sectie van wat we nu moeten kunnen. Want die eerste twee video's, dames en heren, het belang van die basiselementen kan niet overschat worden. En dat, om dat kracht bij te zetten, wil ik dus straks beginnen met wat we nu moeten kunnen. De basis, gewoon, je krijgt vrijheid in een improvisatie, maar wat doe je ermee? Probeer je dus eerst te beperken met een aantal toonhoogtes en maar je daar dan wel heel erg zeker voor te gaan voelen van wanneer je een noot plaatst, met wat voor articulatie. Gaan we straks nog verder. Dan daaropvolgend gaan we een nieuwe manier toepassen hoe je een improvisatie kan aanpakken, kan aanvliegen. De verdieping zit nu in de ghost notes. We gaan leren wat ghost notes zijn. En aan het eind van deze video dan zal ik nog eventjes kort samenvatten wat nu de bedoeling is. En ook het nieuwe materiaal toelichten wat ik bij deze video meestuur. Oké, snel aan de slag! And that's how jazz was born. Wat we nu moeten kunnen, dames en heren, is niet te onderschatten. Ik denk echt dat het bijna de helft is van het kunnen neerzetten van een goede improvisatie. Stap 1 hebben we het over gehad in de eerste video. En dat is de belangrijke hoofdaccent in de maat omdraaien. Ga de hele lengte van een audiofile, van de audiofile die ik heb meegestuurd, bijvoorbeeld It Don't Mean A Thing, helemaal meeklappen op de 2 en de 4. Dus dan hoor je de count-off, die wacht gewoon af. En daarna ga je gewoon 1, 3, 1, 3, 1, 3. Probeer dat te voelen. Voor sommige mensen zal het misschien heel erg makkelijk zijn, maar er zullen ook een aantal mensen zijn waarvan echt een complete ander gevoel is dan dat we normaal hebben. En zeker voor die mensen, doe dat gewoon een aantal keer. Mocht dit heel erg makkelijk zijn, probeer dan ook dat basismotief, basisarticulatiemotief mee te gaan zingen. Dat is een hele goede manier om dat in je systeem te krijgen. Dus dan krijg je dit. 1. Pirapa. Tirapa. Pirapa. Tirapa. Tirapa. En probeer dat dan helemaal vol te houden door het hele nummer heen. Die 2 en 4 zijn dus, zoals we ook horen, heel erg belangrijk in de timing van de syncope. Stap 1, zeer belangrijk. De tweede stap is het met opvatting spelen. Ik heb het al uitgelegd, ik zal het nog een keertje uitleggen. Als je achtste noot hebt staan op de bladmuziek, krijg je 1, 2, 3, 4. En in de swing wordt dan de tweede noot in de tel, de ietsjes later gespeeld. Dus dan krijg je 1, 2, 3, 4. En dat kan je natuurlijk op heel verschillende gradaties spelen. En probeer dat ook uit. Dus op een hoog tempo. Met een hele scherpe huppel erin. Maar probeer het ook wat af te vlakken. Dat je niet 1 en 2 en 3 en 4 krijgt. Maar ook 1 en 2 en 3 en 4 en 1 en 2 en 3 en 4. En als het goed is horen we nu dat het een beetje tussenin zit. Dus dat de huppel wat minder scherp is. En dat hij meer naar de normale achtste noten toe gaat.
En de ultieme test hiervan is It Don't Mean a Thing, de bladmuziek, vanaf maat 9. Dan krijg je op de tweede tel dus een achtste noten patroon die opschuift in de maat. En als je dat op de juiste manier kan spelen in opvatting, dan ben je denk ik een heel eind in het op die manier kunnen spelen. Om het even heel precies voor te zingen en te spelen, als je gewoon zonder opvatting gewoon speelt wat er staat, krijg je daar dan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Dat is als je de rechte manier speelt, zeg maar, de, om mij even zo te noemen, de klassieke manier. Als je daar dan een swing in zet, betekent dus dat alle us ietsjes later komen. De us, de tweede achtste noot in de tel, komen ietsjes later. En om dat een hele schoolse manier voor te spelen, krijg je dan dit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Dus dan krijg je eerst twee achtste noten die wat verder op vanaf elkaar zetten. Als de eerste noot ervan op de tel valt, komen de twee noten ietsjes verder uit elkaar. Eerste twee noten wat verder uit elkaar. En dan de volgende twee noten, de 3, 4. 4 zit dan heel erg kort op elkaar. En dat patroon herhaalt zich. Twee noten die verder uit elkaar zitten. Twee noten die korter op elkaar zitten. Twee noten die verder uit elkaar zitten. Twee noten die dan weer korter op elkaar zitten. Dat is de echte, hele schoolse manier van met opvatting spelen. Als je gaat luisteren naar hoe jazzmuzikanten dit vaak spelen, die vlakken dit ook heel erg af, waardoor deze die twee figuurtjes wat meer op elkaar gaan lijken. Dan krijg je meer zoiets van 1, 2, 3, 4, zoiets. En dan gaat het dus heel erg veel meer op elkaar lijken. Maar ik ben heel erg van overtuigd dat als je goed in opvatting wil spelen, kunnen spelen, dat je ook eerst eventjes de hele nette manier moet kunnen voordat je het gaat aflokken. Zeer belangrijk. Dat was allemaal van de video 1. Video 2 gingen we het hebben over de bluesstandaarder. Voor deze cursus is het belangrijk dat je goed de noten weet van de bluesstandaarder op G. Want daar houden we het bij. Maar de toonsoorten kunnen natuurlijk variëren. Daar zal ik het in een volgende video over hebben. Maar leer de noten van de bluesstandaarder. En probeer daar eventueel ook wat virtuositeit in te krijgen. Dat je wat... dat je er wat snelheid in krijgt. En dan, als je dan de echte improvisatie ingaat, in de allereerste keer, of eigenlijk de eerste 100 keer dat je gaat improviseren, beperk je tot maximaal 4 noten. En zeker de eerste paar keren gewoon echt maar 1 noot. En focus dan op de ritmiek. Als je dan 1, 2, 3, 4... En zo dit met je neerzet en je gaat daar comfortabel in voelen, of wat voor patroon dan ook. En als je denkt van nou, ik kan niet zo heel snel ritmische variatie bedenken, schrijf dan gewoon een paar ritmische figuurtjes op, oefen ze afzonderlijk en pas dat dan toe. Dat is dan weer het voordeel dat we met z'n allen nu vanuit orkestmuzikanten redeneren. We zijn heel erg gewend van de notatie te spelen, maar gebruik het ook. Dat kan ook prima. Gewoon eerst noteren van een ritmisch patroon en maak er een stuk of 5 en varieer dat wat. En focus dan dus vooral op de timing en speel het niet helemaal vol. Ga het ook gewoon af en toe eventjes wachten, luisteren naar de ritmesectie. En je zult zien, als je gewoon een aantal noten in de maat plaatst, en je blijft goed luisteren, dat die frase van 8 maten ook steeds makkelijker volgen is. Daar hadden nog een aantal mensen wat moeite mee. Maar als je maar door blijft spelen en je bent eigenlijk de hele tijd bezig met van wat speel ik nu en wat moet ik nu? Maar als je gewoon daar in de plaats gewoon 4 nootjes speelt, over 2 maten gewoon 4 nootjes, over 4 maten 4 nootjes, geen enkel probleem. En vooral blijft luisteren. Dan wordt dus de timing belangrijk en de articulatie belangrijk, maar dus krijg je dus ook steeds meer gevoel van de frases. En dit, dames en heren, zijn dus allemaal dingen die we op dit moment moeten kunnen voordat we verder gaan. Dames en heren, daar ook een aantal mensen wat moeite met het vertalen van wat ik voordoe op de vibrafoon naar hun instrument. Daarom zal ik ook even wat specifieke informatie geven per instrument. Dus als je voor strijkers normale achtste noot speelt, dan krijg je 1, 2, 3, 4.
krijg je dus verschillende lengte in de streek. Krijg je dus 1, 2, 3, 4, 5. En in dit geval zit ik met een afstreek op de tel en een opstreek na de tel. En dan wordt de opstreek dus later en korter. En krijgt dus ook een accent. In de klassieke muziek willen we dat graag vermijden. Bij de swingmuziek is dat helemaal geen probleem. Laat dat lekker ontstaan. Niks aan de hand. Dan het basismotief van de swing. Dus dat tierde daar. Er staat op die tweede noot een opstreek. Maar dat is eigenlijk gewoon meer een streek gewoon in de snaar. Dus dat krijg je dus af, in, af, af, in, af. En dan in die in wat spanning opbouwen. En dan kun je in die laatste syncope kan je het door de spanning van de snaar heen trekken. Af. Op die manier. Dan het patroon op maat 9 in It Don't Mean a Thing. Krijg je dus ook die streekverschillen en dit motief. Dat zit op een bes. Maat 9 krijg je dus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Op die manier gespeeld. En heel langzaam krijg je 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Op die manier. En als je dan gaat improviseren, beperk je tot een aantal noten, al meerdere keren gezegd. En ga er gewoon. Dat soort patroontjes spelen. En dus hou ook af en toe gewoon rust als je gewoon. Zoiets speelt. En dan eventjes een tijdje rust houdt. Om van, oh ja, ik voel nu weer de ritmesectie. En dan ga weer door en probeer die frase ook te voelen. En je houdt het een hele improvisatie vol, is dat een hele prima basis voor nu. Oké, dan dames en heren, ook nog eventjes specifiek voor de blaasinstrumenten. Heel stuk lastig voor te doen op een video, omdat de articulatie voor blazers in de mond zit. Maar het spreekt voor zich, als je normaal achtste noot speelt met... dat het met opvatting spelen dan... op die manier moet, en dat het verschil dus gemaakt wordt door de tong. Voor het basis swingmotief, tira-da, daar zit dus een extra manier van articulatie in, die we in de klassieke muziek helemaal niet zo gewend zijn. De dat aanzet, om eventjes duidelijk voor te doen. De D van de aanzet en de T, de dat, is eigenlijk gewoon de tong tegen het gehemel te aanzetten. Dat is eigenlijk niet nog een beweging, maar gewoon tegen het gehemel te aanzetten. Waardoor de luchtstroom wordt afgesloten, spanningsopbouw naar de laatste syncope, tira-da, op die manier. Maar voor de houtblaasinstrumenten geldt dan dat in principe het riet in de weg zit in de mond. Dus dan kan je de tong tegen het riet aanzetten. Maar dan moet je even heel erg voorzichtig zijn dat je de spanning van het riet goed in de gaten houdt. Dat je geen extra bijgeluiden krijgt. En probeer extra fel te zijn. Want dat zit niet zo heel erg in het instrument zelf van nature, maar dat hoort wel in de swingmuziek. Want die felheid kan er zeker wel in zitten, maar dan moet je dus gewoon lekker explosief zijn en lekker fel zijn in je articulatie. Afgelopen Zoom-sessie hebben we een video gehoord van iemand die de improvisatie uitlegde van je kan ook prima één toonhoogte doen, maar over verschillende octaven. Daar wil ik ook graag iedereen voor de blazers voor uitdagen, want anders is het gevaar dat je heel snel een beetje in het midden blijft hangen. Dus ga proberen over verschillende octaven te spelen en improvisatie te maken. Klinkt dan ongeveer als volgt. Zoiets. En dan kan je natuurlijk ook prima mee gaan improviseren. En als je dan op de andere manier de improvisatie in wil, kies dan dus vanuit de bluesstandaard maximaal 4 noten die lekker liggen op je instrument. En focus dan vooral op de timing en de articulatie. En blijf goed luisteren naar de ritmesectie en naar de frase van 8 maten. Dus af en toe gewoon echt eventjes niks doen, is niks aan de hand. Maar noten die bijvoorbeeld lekker liggen op een klarinet zou dan... gewoon boven de octaafklep, de duodecimklep, hoe je hem ook wil noemen.
En noten die gewoon lekker liggen. En dan kan je natuurlijk al een prima, prima improvisatie mee bouwen. En dat is eigenlijk gewoon de specifieke dingen voor de blaasinstrumenten. And that's how jazz was born. Oké, dames en heren, we hebben net een uitgebreide herhaling gehad van alles wat we tot nu toe hebben besproken. Probeer het echt goed te snappen en vraag er anders naar in de Zoom-sessies en oefen dit uitgebreid. Maar we gaan nu verder en we gaan verder met een nieuwe manier van het improviseren aanpakken. In de tweede video hebben we gebruik gemaakt van de bluestonaren, de noten van de bluestonaren, om een improvisatie te maken. En nu gaan we gebruik maken van de hoofdmelodie van het stuk. We gaan straks eerst de hoofdmelodie een keertje spelen. Daarna gaan we proberen in te kleuren, eigenlijk versieren. Daarna gaan we ook wat ritmische variaties proberen aan te brengen. En misschien nog wat effecten. En daarna gaan we de hoofdmelodie in stukken knippen, in motieven knippen eigenlijk. Waardoor het een soort van hapklare brok ontstaan die je zo in je improvisatie kan toepassen. Waardoor je improvisatie veel meer connectie krijgt met de hoofdmelodie en daarmee met het nummer zelf. Oké, goed, voor deze oefening heb ik gekozen voor het stuk Summertime van George Gershwin uit de opera Porgy and Bess, waarschijnlijk bij iedereen wel bekend. Ik heb wel een eigen versie van gemaakt, iets hoger op swing, waardoor het straks ook wat makkelijker is om in de improvisatie te gaan. Maar als je die melodie niet kent, ook geen probleem, print de bladmuziek uit. Luister er eerst een paar keer naar, misschien ook gewoon even een keertje naar het origineel op YouTube. En dan kan je aan de slag. Oké, we gaan beginnen met het spelen van de hoofdmelodie. Nogmaals, je kan vanaf bladmuziek spelen, maar ook op gehoor gewoon meespelen. Het mag allemaal. Het gaat ongeveer zo. Je krijgt 1, 2, 3... Oké, dit is de hoofdmelodie. En nu had ik het net al over, deze gaan we nu proberen in te kleuren. Het inkleuren gaat als volgt. Je hebt dus alle hoofdnoten die in de melodie zitten. Maar voor al die hoofdnoten zou je een soort van voorslag, versiering kunnen spelen. Met of een kleine seconde eronder. Of misschien een klein chromatisch loopje er naartoe. Of, en daar gaan we straks wat verder op in, ook wat van bovennoten. Gewoon een bovenseconde gebruiken. Maar eerst gaan we met de eerste stap beginnen. Laten we de opmaat pakken, dus de D, bass, D klinkend. En dan kunnen we bijvoorbeeld voor de tweede D kunnen we een Cis vooraf geven. Dus je hebt een D en een halve seconde, een kleine seconde eronder, een halve noot eronder, is de Cis. En dan doe je dus D, bass. En dan vlak voordat je die tweede D gaat spelen, speel je nog even die Cis als versiering. En dat kan je natuurlijk uitbreiden zoveel als je wil. Je kan ook nog een C, C's vooraf spelen. Dus nog een C erbij pakken. D, dus. Horen we? En zelfs nog ook die B. Dan krijg je een hele chromatische loop van de bass naar die D toe. En dat hangt heel erg af van wat voor instrument je speelt. Hoe makkelijk dit is en hoeveel je kan toepassen. Voor alle toetsinstrumenten is dat allemaal vrij makkelijk. Ligt allemaal gewoon goed op volgorde. Maakt niet heel veel uit, maar voor strijkers en voor blazers, strijkers ook gewoon, als je chromatisch loopje moet spelen, gaan heel veel mensen gewoon de vingers schuiven, maar probeer het zoveel mogelijk gewoon in de vingers uit te spelen, de halve stapjes zeg maar. En voor blazers, ja, hangt ook heel erg van het instrument af, soms zijn chromatische loopjes echt heel erg lastig qua vingersetting, maar kies dan gewoon hoeveel noot je vooraf geeft aan een hoofdnoot. Dus nogmaals, je kan overal invullen. Ook dat loopje C, best C, best. En doe ik even een B vooraf. En zo heb je even een voorbeeld van hoe je ook zo'n lijn van boven naar beneden kan doen. Dus op het eind doe je dus G, D. En dat kan je dan helemaal invullen met F, E, S, D. Probeer dat op je instrument voor elkaar te krijgen. Of maak het dan wat eenvoudiger met G, S, D.
Of als je denkt van nou, dat vind ik wel heel erg chromatisch, heel erg dissonant, speel dan gewoon. Alle variaties mogen. We proberen het op die manier dus te gaan versieren. En zo'n laatste lijn omhoog. Het kan allemaal. Op die manier maar even rustig voorgespeeld. Zodat we een idee krijgen van de versieringen. En ik zal in de bladmuziek helemaal onderaan. Zal ik ook nog even een voorbeeld geven van wat voor noot je allemaal aan toe kan voegen. Zodat we daar nog een beter beeld bij krijgen. De tweede manier om de hoofdmelodie te variëren is natuurlijk gewoon ook het ritme aanpassen. We gaan nu proberen wel alleen de hoofdnoten te gebruiken. Maar daar dan dus variatie in te brengen qua ritme. Dus opmaat gaat 1, 2. Vrij standaard. Maar als je dan 1, 2... die manier speelt, dan dat je de D wat uitstelt, dan kan je natuurlijk ook heel eenvoudig een variatie krijgen. Of een vrije versnelling op zo'n lange noot. Dat is natuurlijk ook een prima variatie. En of, als je ook wat meer virtuositeit in de noten kan krijgen, zou je zoiets. Zulke variaties aan kunnen brengen, om een herhaling, zodat nogmaals dus een variatie ontstaat van de hoofdmelodie. Effecten hangt heel erg af van wat voor instrumenten je hebt. Met een slagwerkinstrument kan je natuurlijk roffeltjes toevoegen, maar met strijkers en met blazers kan je natuurlijk ook allemaal glissandootjes die naar die noten toe, hoeft het dan niet zo uitgespeeld te zijn. En probeer het veel toe te passen, echt buignoten er naartoe. Dat zijn natuurlijk ook allemaal variaties op een hoofdmelodie. En tot slot kan je dan natuurlijk ook, of moet je eigenlijk zo'n hoofdmelodie in motieven gaan knippen. Dus zo'n opmaat, dat staat eigenlijk al op zich. Dat kan je gebruiken. Kan je daarna natuurlijk verder gaan met die rodi. Als je daarmee begint met improvisatie, krijg je al een soort van connectie van, oh ja, maar dit is eigenlijk ook de opmaat van de hoofdmelodie. Die gebruik ik nu in mijn improvisatie. Dus dat is al een klein motiefje die je kan toepassen in je improvisatie. En dat kan je dan dus ook versieren en dus ook met een ritmisch motief, of een extra motief toch erin gebruiken. Dan heb je dus gewoon drie noten die heel erg herkenbaar zijn voor de hoofdmelodie, die je kan versieren en ritmisch kan gebruiken in je improvisatie. Maar ook al het motief van. Dat soort dingetjes, als je dat dan terug laat komen, heeft iedereen ook door van, oh ja, dat is eigenlijk hetzelfde als dat. En dat. Als je zo'n variatie vooraf geeft en dan op het eind geeft, is dat ook weer connectie maken met de hoofdmelodie. En wat nu dan echt ook heel erg belangrijk gaat worden, waar we ook in een volgende video, als we het over akkoorden gaan hebben, uitgebreid bij stil gaan staan. Er zit dus op een gegeven moment een wissel in naar de C en naar de A in de hoofdmelodie. En dat gebeurt op belangrijke momenten ook in een akkoordwissel. Probeer dat te beluisteren en te volgen en op die momenten ook die A te geven. Die zit niet in de bluestoner zoals we weten. Maar die A is wel dan heel nadrukkelijk op dat moment aanwezig. Dus dan kan je die ook daar in je melodie laten horen. Dus dan is eigenlijk één noot al een soort van motief. En dat laatste kan je natuurlijk gewoon helemaal. Helemaal toepassen, bijvoorbeeld als afsluiting. Dus desnoods heb je helemaal niks gedaan met die hoofdmelodie aan. Dan zit je zo lekker te improviseren, wat dan ook, en dan doe je op het eind gewoon even. Van al die noten nog eventjes mee en dan creëer je toch een soort van afsluiting en een goede connectie met de hoofdmelodie. Dus dat is een hele nieuwe manier om dan toe te passen in de improvisatie. En beide
manieren die we nu hebben besproken in video 2 en nu in deze video zijn natuurlijk heel erg goed te combineren. Want al die dingetjes die tussendoor deden, dat waren allemaal gewoon bluesstandaarden. Hou ik gewoon ook even specifiek bij van de bluesstandaarden van G. Allemaal bluesstandaarden. En dan kan je dus al die motieven vanuit de hoofdmelodie aan toevoegen. Zeer leuk en ook heel erg creatief. Ook belangrijk als je hier niet zo 1, 2, 3 uitkomt en zeker dan lastig is om te zoeken op je instrument. Schrijf het weer eventjes op. Ik heb al een voorbeeldje gegeven op de bladmuziek. Maar schrijf ook even je eigen manier op en probeer dat dan toe te gaan passen in je improvisatie. Superleuk, ga ermee aan de slag. And that's how jazz was born. Als verdieping in deze video, dames en heren, gaan we kijken naar ghost notes. Dus is naar aanleiding van mijn uitleg over blue notes is de vraag bij mij binnengekomen van ja, maar wat zijn ghost notes dan precies? En kan je uitleggen wat dat is? Nou, geen probleem. Ghost notes worden heel erg veel toegepast bij drummers. En om dat eventjes voor te doen, kruip ik eventjes achter de drumstel. Dus gaan we doen. Oké, ik zit nu achter de drumstel. En als we het over ghost notes willen hebben, moeten we echt even een drumritme horen, want ghost notes worden heel erg vaak toegepast in standaard drumritmes. Ghost notes zijn hele kleine, bijna onhoorbare nootjes, die wel een vrij essentieel onderdeel maken van het patroon, of in ieder geval heel essentieel onderdeel maken van het gevoel van het patroon. Als je een standaard shuffle laat horen, ik daar nog geen ghost notes aan toegevoegd, maar als ik daar dan ghost notes aan toevoeg, op die manier, dan hoor je dus op de snare drum, hoor je af en toe van die kleine noten. Dus die 2 en de 4 zijn dan sterk, dat zijn geen ghost notes, maar al die kleine noten, die zachte noten die je op de snare drum hoort, dat zijn nou echt prima voorbeelden van ghost notes. Op die manier. Dat is een voorbeeld van ghost notes, maar dat is op alle instrumenten natuurlijk anders. Maar het is wel belangrijk dat je eigenlijk een soort van de noot wel verwacht er te zijn. Dus als bijvoorbeeld strijkers alleen maar pam, pam, pam en een keertje een zacht noot tussendoor spelen, is dat niet per se direct dan een voorbeeld van een ghost note. Dat is eigenlijk gewoon een voorbeeld van goede articulatie. Maar als je bijvoorbeeld wel een doorgaand patroon hebt van pam, 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 af, op af, op af, op af, op af. En je gaat op een gegeven moment zeg maar die noten, sommige heel erg sterk spelen. Pam, pam, dam, pam, dap, 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 pam, dap. Maar je denkt de hele tijd in het patroon van pam, 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 pam. Bij sommige van die streken beweeg je stok gewoon niet, of heel erg weinig, dat de noot bijna wegvalt. Maar je denkt hem wel, pim, pam, dam, pa, 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 di, pa, di, pa, pa, di. Dan is dat een voorbeeld hoe strijkers ghost notes kunnen spelen. En eigenlijk soortgelijk ook blazers, alleen dan in de lucht. Die moeten dan de hele tijd tim, pum, 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 voelen. Pim, pa, da, pa, 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 di, pa, da. En al die noten die tussendoor liggen, of ze nou gespeeld worden of niet, heel zacht gespeeld worden of niet, dat zijn dan eigenlijk de ghost notes. Ze zijn er wel, maar eigenlijk ook weer net niet. Dus dat is even in het kort uitgelegd wat ghost notes zijn. Ghost notes in het Nederlands uitgelegd, ik heb het even gegoogeld, wordt vaak uitgelegd op internet met dode noten, maar dode noten zijn echt weer wat anders. Maar dan moet ik het wel eventjes achter de vibrafoon voordoen. Nu sta ik achter de vibrafoon. De ghost notes, dat zijn dus als je zeg maar een doorgaand ritmisch patroon hebt. Op die manier, sommige noten hoor je wel heel klein. Sommige noten vallen eigenlijk gewoon tussenuit, zijn een soort van rusten. Maar al die kleine noten, ook zelfs als ze wegvallen, dat zijn dus allemaal ghost notes. En ik zei het net al achter de drumstel. Je hebt dan vaak een vertaling met dode noten, maar dat is een dode noot is eigenlijk gewoon een sterke noot die nul klank heeft. Die gewoon voor slagwerk duw je hem gewoon in de snaar, of in de toets. Maar dat geldt hetzelfde voor strijkers. Als je gewoon in de snaar duwt, zonder echt toonhoogte te hebben,
is dat een dode noot. En een ghost note is dus eigenlijk een noot die er in de patroon wel zou moeten zijn, maar je hoort hem niet of nauwelijks. And that's how jazz was born. Oké, dames en heren, tot slot van deze video ga ik dan eventjes een improvisatie maken waarin ik alles probeer te laten horen wat we tot nu toe hebben besproken. Zoals gezegd is de inhoud van de tweede video en van deze video goed te combineren. Als je motieven pakt, dan ritmisch varieert of invult met versieringjes en dat dan omspeelt tussendoor met noten uit de blues, dan krijg je al heel erg snel een leuk geheel. Dus probeer dat. En eventjes een extra nadruk op de wissel naar de klinkende A rond maat 11. Want dat is heel erg belangrijk in de akkoorden. Daar wisselen akkoorden zodat die A eigenlijk beschikbaar wordt, dat je die kan gaan spelen. Maar dat gevoel daarvoor, dat is echt een gehoorkwestie en gehoorontwikkeling die we even door moeten maken. Dus als je dat niet zo 1, 2, 3 hoort of niet weet waar ik het over heb, probeer dan eventjes gewoon niet te spelen. Gewoon een aantal keer het stuk door te luisteren. En heel bewust dat moment mee te maken wanneer die A komt. Zo, nogmaals rond maat 11. Want dat zal je straks helpen als we het in een video gaan hebben over de akkoorden. Niet de volgende video, maar in het vervolg komt er nog een video over akkoorden. En dan is dat heel erg belangrijk. Maar überhaupt is dat natuurlijk heel erg belangrijk voor het gevoel van frases. De eerste keer gewoon eventjes melodietje meespelen met het trompetgeluid op A. En vanaf B hebben we dan 3 keer zo'n lengte van een hoofdmelodie. 2 keer 8 maten om dan te improviseren. Alles mag, ghost notes, probeer het ook hier en daar toe te passen. Versieringen, nou, we zien wel wat er gebeurt. Twee, komt de intro. Bam. Eerste keer gewoon hoofdmelodie meespelen. Komt ie. Gaan spelen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan maken. Je kan heel erg veel kanten op in wat we nu hebben besproken. En natuurlijk de ultieme test is om It Don't Mean a Thing, daar het thema van te nemen, daar motieven van te knippen, die te versieren, ritmisch te omspelen.
En dat dan toe te passen in improvisatie bij dat stuk. In de Zoom-sessies kan ik allerlei vragen beantwoorden. Ik hoop dat het allemaal duidelijk is. En nogmaals, ik kijk er echt serieus heel erg naar uit wat wij hiervan gaan maken met z'n allen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. They simply played what they liked, as long as it would fit. If it just had a beat, that was it. And when a horn gave a scream, they took it as a theme. And that's how jazz was born. Yeah.